Ja, en dan zullen jullie denken, Toske, wat doe jij daar nou in Volken? Want we staan hier bij Zaal Stiffus. En het is hier gezellig visken, daar zien jullie allemaal wel. Maar vandaag is er in Volken iets te doen. En wat te doen? Nou, het glazen pannenkoekenhuis. En dat wil zeggen dat er pannenkoeken gebakken worden. Kijk, hier uit het luikje. En nou staat daar toevallig de wethouder, staat daar. Hallo. Hallo. Alles goed met u? Bent u pannenkoek aan bakken? Nee, maar ik ben ze wel onder de aandacht te brengen, want het is natuurlijk voor het goede doel. En natuurlijk ook goed om de aandacht te vestigen op de carnavalszitting in Volkel. Ja, want komt jij zelf ook altijd naar Volkel met de carnaval? Zeker weten, ja. Zeker weten. En waarom vind ik het zo gezellig in Volkel dan? Nou, de gezellige sfeer, mensen onderling. En carnaval maakt dat nog wat meer los bij de mensen. Het is een ludieke organisatie voor goede doelen in samenwerking met de carnavalsvereniging. Omdat wij dus ieder jaar eigenlijk met een actie hier staan. Het met de kaartverkoop voor de pronkzitting te maken. En dit jaar wouden we er iets ludieks van maken. We hebben dus het idee gestolen van het glazen huis. Maar de goede doelen, ja, dat maakt natuurlijk niet uit of je de idee steelt of niet. Want er is iedereen even blij mee. Maar het zijn allemaal doelen uit Volker. Allemaal doelen uit Volkel. Ja, het kan niet anders natuurlijk. Het is in Volkel voor Volkel met Volkelse mensen. En ik hoop ook een heel klein beetje Uurse mensen. Daar hebben we ook speciaal een toiletje hiervoor neergezet. Voor Uurse mensen? Ja, als de Volkelse pannenkoek niet zo goed valt, dan kunnen ze altijd hier een toilet gebruik maken. We zijn natuurlijk toch meer Uurse pannenkoeken gewend en hier zijn het echt Volkelse. Nou, dan moet ik proberen om hier binnen te komen. En dat gun je niet meer als je zo'n oude knok hebt als ik. Hè? Zo. Maar het is gelukt. Kom, dan gaan we. Kom. Dag mevrouw, u hebt ook een koksmuts op, zie ik. Ja, inderdaad. Ik ben ook een van de gelukkigen die deze twee dagen mag gaan pannenkoeken bakken. En ben jij hier nou 24 uur staan? Wij doen afwisselen. Ik ben tot vanavond en morgen de hele dag. Oké, nou, is hier de pannenkoekenafdeling? Ja, nou, dan ga ik even... Ach, moeten toch eens kijken. Twee van die knappe kerels hier. Ach, was kan. Nou, gezellig. Jullie bent hier aan het pannenkoeken bakken? Ja, Toske, daar zijn wij hier aan het doen. Ja, ik ben in de Klonenmarkt de wethouder. Die wil een Volkelse pannenkoek. Dus dan krijgt hij een Volkelse pannenkoek. Maar waar is nou een echte Volkelse pannenkoek? Een echte Volkelse pannenkoek is een pannenkoek met warme kersen. Ja. Met ijs. Ook al. En beslag erop. En een lekker zuur kuksje. En veel liefde. Alleen maar liefde, ik ben met de kleur. Maar even voor de duidelijkheid, wat kost hij nou eigenlijk, zo'n pannenkoek? De volgende pannenkoek zit op 3,5 euro. Oh, en dan krijg je kersen, ijs? Ja, ijs en slagroom, jazeker, ja. Nou, mag ik ook een keer, zeg maar, dat ik probeer om een pannenkoek te bakken? Ja. Nou, dan ga ik even, even kijken, hè. Zo. Ja, dan gooi je hem omhoog, dan gooi je hem erop, hè. Hoppa. Doe eens even vuur dan. Ja, dat ik het nou niet kan. Ja, dat weet ik ook niet, maar... Oh ja, wacht. Dan moet men wel lukken. Zo. En dan... Och ja, nee, het geur. Nou, meneer de wethouder. Dat ziet er lekker uit, hè? Dat ziet er lekker uit. Is dat slagroom en zo? Slagroom en ijs en warme kersen, denk ik. Ja, nou, ik zou zeggen, ga toe gang, hè. En eet smakelijk. Dat ga ik doen, dankjewel. Kijk, en zo ga je dat hier nou in Volkel. En de wethouder gaat lekker eten. En u kunt allemaal gewoon naar de Rudigerstraat komen. Dat weten jullie wel. In Volker. Het is niet zo moeilijk. Bij de rondweg. Zeg maar bij daar ergens om de hoek. En of aan de andere kant. Uit Odiliapeel. Uit Veghel. Overal maar die hier naartoe komen voor het goede doel. In Volker. Tot zover. Toske op locatie in Volker. Terug naar de studio. En daar is het warmer, denk ik.